Ja. Neem ons eens even mee in statiegeld. Statiegeld, en petflesjes. Ja. En het is echt best wel een complexe casus, dus ik hoop dat ik het goed ga samenvatten. En dat is eigenlijk ook, was ook een van mijn bevindingen, dat dossier is zo ongelooflijk rommelig, dat het heel moeilijk is om eigenlijk zicht te houden op waar zijn we nou mee bezig en hoe gaan we nou partijen verantwoordelijk houden voor wat ze aan het doen zijn. Maar ik denk eigenlijk dat dat misschien ook wel een tactiek is. Dingen rommelig maken. Dus het begint ermee dat in de jaren 90 dat er halve liter flesjes op de markt kwamen. Die bestonden daarvoor nog niet. Dat is best wel iets grappigs om over na te denken tegenwoordig. Dat las ik dus. Ja, die waren er vroeger nog niet. Voor mijn gevoel bestaan die al mijn hele leven. Ja, nou, je hebt wel die grote petflessen, die hele harde die je vroeger had, die je kon bewaren. Ja. En die werden ook opnieuw gewassen en dan weer gebruikt. Dus die waren er wel. Maar gewoon die halve liter flesjes, dat is pas vanaf midden jaren 90. En toen, toen hebben ze een soort van gentleman's agreement gemaakt dat is nog maar heel klein, het aandeel kleine flesjes, dus daar gaan we dan geen statiegeld over heffen. Maar de industrie die zag natuurlijk wel van ja, dat gaat een keer gebeuren. Dus een booming market. Ja, dus het was ook Jan Pronk die geloof ik in 2001 zei, wij gaan het statiegeld ook heffen over die kleine flesjes. En toen heeft de industrie bedacht, ja, maar dat willen wij natuurlijk niet. En we willen eigenlijk ook... Ik weet niet of iedereen weet trouwens wie luistert wie Jan Pronk was. Ja, de minister van Vrom toen, van Milieu. Precies, dat was toen de minister van Milieu. Ja. En de producenten en de frisdrankindustrie, die dachten, weet je wat, als we nou... We willen eigenlijk voorkomen dat wij elke paar jaar geconfronteerd worden met de wens dat statiegeld wordt uitgebreid over die kleine flesjes. Dus laten we gewoon dat hele statiegeld gaan afbreken. Dat was de insteek. En daar hebben ze dus 20 jaar over gedaan ongeveer, met eigenlijk consistent dezelfde argumenten. Namelijk dat recyclingsysteem, dat kostefficiënt moet zijn. Dus zo goedkoop mogelijk. En het mooie is dat ze dan elke keer nieuwe onderzoeken konden aantonen dat hun systeem goedkoper was dan het statiegeldsysteem. En als wij met z'n allen in deze maatschappij vinden dat kostefficiënt het meest belangrijke is, dan kan je daar dus echt jarenlang lobby mee voeren. Maar ze hebben ook... hoe is het gegaan? Ze hebben eigenlijk... je kunt niet zomaar het statiegeld afschaffen, want dat is voor mensen super normaal om die flessen terug te brengen. Dus dat is een instituut, noemen we dat. Eigenlijk een regel, een soort gedragsregel, dat je flessen terugbrengt. Hè, dat krijg je niet zomaar omver. Dus wat zij hebben gedaan Het zit ook in ons eigen systeem als mensen. Hè? Je gaat boodschappen doen, dan kijk je nog even, heb ik nog flessen liggen? Ja, precies. Ja. Ja, dan krijg je je kort weer terug. Maar wat zij dus gedaan hebben, is daar een alternatief systeem tegenover bouwen. En dat is het Plastic Hero systeem. Dat zijn die oranje bakken. Ja. Dat zijn ze langzaam gaan opbouwen. Hing een beetje samen met de producentenverantwoordelijkheid die vanuit de Europese Unie. Wacht even, plastic. Dat gaat staan. Plastic Hero. Dat klinkt fantastisch. Dus dat is iets met iemand met een cape. Wat zijn Plastic Heroes? Want dit is fantastische framing. Dat zijn de consumenten, denk ik, Plastic Heroes. Ja. Die dus niet alleen hun plastic flessen terugbrengen met statiegeld, maar ook al het andere plastic afval scheiden en apart in de bak gooien. Maar dat is heel goed. Dat zou je denken. Ja, want dat probeer ik altijd te doen, met plastic te scheiden. Ja, precies. En de grap is nu dat hoe meer plastic... die situatie is voorbij, maar hoe meer plastic wij inleverden, hoe meer we bij hebben gedragen aan het besluit om statiegeld af te schaffen. Dus ik ben gewoon onwijs slecht bezig geweest Nee, alleen zij hebben dus... Hè, want hun verhaal was, weet je wat, er is nog veel meer plastic afval. Als we dat nou allemaal inzamelen, dan kunnen we op een gegeven moment al die statiegeldflessen er ook bij gooien. En dan hebben we niet twee systemen naast elkaar, want dat is heel inefficiënt. En daar zijn ze dus bijna helemaal in geslaagd. Maar bijna is nog niet helemaal. Nee. Want ik wou zeggen, ik lever mijn flessen... Nee, het is anders gegaan, want ik was mijn onderzoek aan het schrijven en er was gewoon al besloten dat het volgens mij 1 januari 2015 zou worden afgeschaft. Alleen er waren nog een paar kleine voorwaarden en daar zijn ze uiteindelijk over gestruikeld. Dus ik moest ook last minute, echt voordat ik mijn proefschrift inleverde, heb ik nog een epiloog geschreven van ja, dit hele hoofdstuk is geschreven alsof het statiegeld zou worden afgeschaft. En dat was ook echt zo. Ja. Er stonden ook echt al artikelen in de krant van nou, goodbye statiegeld. Maar de discussie is toen eigenlijk helemaal omgedraaid en er is toen heel veel aandacht voor gekomen. Dus wat ze eigenlijk deden is een alternatief creëren en daarmee proberen dat statiegeld weg te krijgen. Maar dat is niet gelukt. En wat er in deze hele discussie steeds wegvalt, is dat je hebt verschillende kwaliteiten afval. En een waterfles of een colafles, dat is heel mooi plastic wat je goed kunt recyclen en opnieuw kunt gebruiken voor flessen bijvoorbeeld. Maar als jij
al jouw verpakkingen van de Albert Heijn, van de sla en de weet ik veel. Als je dat allemaal bij elkaar gooit met nog een beetje het afval erin, of de resten, daar kan je gewoon geen mooi product meer van maken. En uit duurzaamheidsoogpunt moet je deze dingen dus ook niet bij elkaar gooien, want dan gooi je eigenlijk die mooie flessen weg. En eigenlijk is het misschien nog wel het belangrijkste, dat is wat wij nog steeds zien. Het is misschien niet gelukt om het hele statiegeldsysteem af te schaffen, maar doordat iedereen daar zo mee bezig was, is er op de petflesjes tot nu eigenlijk nog steeds zijn er niet de belangrijke stappen genomen die er zijn. Inmiddels wel, hè, gaat daar uitgebreid worden. Ja. Nog allemaal beperkt. Blikjes worden er weer niet in meegenomen. Dus kan je me iets vertellen over... Uiteindelijk zijn ze erin geslaagd. Is het succes van deze lobby niet het afschaffen van het hele statiegeldsysteem? Maar even voor de petvlees om even te duiden. Het zwerfafval wat je allemaal om je heen ziet. Je ziet heel veel sigarettenpeuken. Ja. En je ziet heel veel petflesjes en blikjes. Ja. En om dat tegen te gaan is het eigenlijk heel erg belangrijk. En weten wij uit andere landen dat als we daar statiegeld op zouden heffen, dat er veel minder zwerfafval is. Ja. Dat is eigenlijk waarom je dat wil. Ja. Dat hebben ze gewoon heel effectief bijna 20 jaar weten uit te stellen. Ja. En nu begint het mondjesmaat en langzaam wel iets te komen. Kan je daar even iets over zeggen? Ja, ik kan er een paar dingen over zeggen. Dus ten eerste hebben ze, jij vertelt inderdaad over die sigarettenpeuken. Ja. Dus de overheid heeft tegen de industrie gezegd, meerdere keren het is eigenlijk mede de verantwoordelijkheid van de industrie dat het de hoeveelheid zwerfvuil gaat afnemen op straat. En als ze daar genoeg in zouden slagen, dan kon dat statiegeld afgeschaft worden. Alleen wat er dan een aantal keren gebeurd is dat ze vergeten waren om een nulmeting te doen. Die was er gewoon niet. En een nulmeting is om te kijken, hè? Dus ik stel je voor... Wat is de toestand vandaag? Hoeveel ligt er vandaag aan rommel op straat en hoeveel over 2 jaar of zo? Ja. Maar het gekke was wat er dan gebeurde, was dat de minister toch dan aan het eind van die periode de industrie het voordeel van de twijfel gaf en dat ze toch doorgingen op het pad waar ze op zaten richting het afschaffen van het statiegeld. Maar eigenlijk komen we hier op de eerste les die jij trekt. Samenwerken met de overheid. Ja. Dus bedrijven die vervuilen, die zeggen wij gaan samenwerken met de overheid om die vervuiling tegen te gaan. Ja. En dat is een techniek die heel veel wordt gebruikt. Dus dat heeft de industrie als het gaat over de frisdrankindustrie heeft dat gedaan. Zijn er nog meer industrieën die zeggen, nou laten we maar samenwerken met de overheid? Ja, in mijn case studies is dat altijd zo. Het is altijd zo, altijd gebruikt. Er is altijd een taskforce of een commissie. Dus er zijn altijd al, vaak op het niveau van het ministerie, samenwerkingen tussen de industrie en de overheid. Wij hebben namelijk wel eens geprobeerd om in kaart te brengen hoeveel taskforce er eigenlijk zijn. Heb jij dat ook gedaan voor jouw onderzoek? Nee. Het was namelijk voor ons echt onbegonnen werk bijna. Om in kaart te brengen hoeveel taskforce zijn er eigenlijk bezig per ministerie. Hoeveel werkgroepen en hoeveel leden van de industrie zitten daarin. En we hebben er een paar gevonden. Het was onmogelijk om alles uit. Dat laat iets zien over hoeveel van die groepen er zijn. En overal zit de industrie in. Dus als het ging over belastingwetgeving in Nederland, dan zitten daar altijd hoogleraren in en mensen van de accountants, de belastingadviespraktijk. Dus die verdienen eraan bedrijven te adviseren zo min mogelijk belasting te betalen. En zij adviseren de overheid hierover. Als het gaat over hoe moeten we Nederland gezonder krijgen, zit ook de voedingsindustrie. Dus die allemaal te veel suiker en zout in producten stopt, die praten daar volop over mee. Ja. Dus als je dat ziet, denk je, de overheid is ziek. Ja. Als dit de manier is waarop er beleid wordt gemaakt, hoe zou je dat tegen moeten gaan? Want het is mijn grote ambitie om de volgende keer, ik wil voor GroenLinks de grootste partij maken. We moeten gaan regeren. Ik wil graag premier worden. Ik wil dat GroenLinks in een volgend kabinet zit. Dan hebben we daar allemaal ministers zitten. Hoe zorg ik ervoor dat die ministers van ons niet worden ingepakt door die lobby en al die taskforces? Je wordt er gek van. Ja. Want je krijgt ze allemaal in je schoot geworpen als je naar een ministerie gaat. Ja. Wat ik in mijn aanbeveling heb geschreven is dat je eigenlijk, in mijn ogen, moeten beleidsmakers goed kijken naar met wie je gaat samenwerken en ook naar wie je luistert. Dus het is sowieso heel belangrijk dat je niet alleen met de grote bekende partijen gaat praten, maar ook met vernieuwende spelers, ondernemers of mensen uit de NGO-hoek. Dat jij gewoon een diversiteit aan perspectieven tot je neemt, zodat je je eigen idee kan vormen. En ik denk dat het die grote
industrieën en bedrijven, die hebben natuurlijk lobbyisten in dienst. Die zorgen dat ze altijd op de juiste plekken zijn. Dus het is als beleidsmaker, je hoeft er waarschijnlijk vrijwel niks voor te doen om hun verhaal te horen. Mm-hmm. Dus het is makkelijk om daar een beetje in mee te gezogen te worden. Dus zorg dat je gewoon een diversiteit aan ideeën ophaalt voor jezelf, zodat je ook echt je eigen koers kunt varen. En voor dat samenwerken, kijk er dan naar met wie je echt wilt gaan samenwerken. En dan is denk ik de vraag belangrijk, gaat deze industrie of dit bedrijf echt op korte termijn zijn core business veranderen naar dat duurzame alternatief waar we naar op zoek zijn? Of zeggen ze dat ze daarmee bezig zijn, maar is dat eigenlijk niet zo? Dus als je bijvoorbeeld naar de olieindustrie kijkt, dan lijkt dat er niet op dat zij op korte termijn echt hun core business gaan omgooien. Zij hebben het er steeds over dat ze, we gaan gewoon nog steeds heel veel olie nodig hebben over 50 jaar. Ze blijven investeren in het oppompen van olie. Ja, dus dan is dat in mijn ogen niet de partij om echt heel erg mee te gaan samenwerken. En ik zou het eerder zelfs minimaal houden. Mag ik het anders nog proberen ook voor me, hoe ik erover dacht? Wat je volgens mij heel goed ziet of wat jij schrijft, wat ik echt bewonderenswaardig vind. Dus de gevestigde orde, die heeft altijd de beste toegang tot de macht, tot de overheid. Dus je hebt het inderdaad over de Shells, de Coca-Cola's. Alle grote merken die je kent, die hebben toegang tot de overheid. En de gevestigde orde heeft altijd het meeste verliezen bij verandering. En als je dus iets wil gaan veranderen en je gaat praten met de kalkoen over kerstmis, dan weet ik wel wat het advies van de kalkoen is. En dat is eigenlijk te veel wat er gebeurt op dit moment. En eigenlijk dat is de les die ik trek. Ik zeg niet dat jij het zegt, maar de les die ik eruit trek is, als je iets wil gaan veranderen, heb dan heel goed door op wie dit een enorme impact heeft, voor wie er echt iets gaat veranderen. En dat is dus de club met wie je wel moet praten, maar die je niet aan tafel moet zetten om die verandering voor hem te geven, want dat gaat niet gebeuren. Ja. Dat is oneerlijk ook bijna om te vragen. Dat zag je om een sprongetje te maken naar jouw geschiedenis met de boeren. Met stikstof zien we nu eenzelfde iets gebeuren. Hè? Dus de boeren hebben een hele stevige positie aan tafel. Ook dat is de industrie die het meeste moet veranderen. Ja. Dan is het niet raar dat daar niet zo heel veel uitkomt, omdat dat het hun bedrijfsmodel. Ja. Dat is geen, dat kan je de boeren eigenlijk niet kwalijk nemen. Dat je zegt, nou, ik heb er nu eens over nagedacht. We gaan het nu helemaal anders doen. En daardoor wordt mijn bedrijfsmodel anders. Zoals je dat Coca-Cola ook niet kan kwalijk nemen. Dat nee, wat zij doen is minder heel suiker. Het is heel logisch. Ja. Toch? Je verdedigt altijd wat je hebt. Ja. Dus het is een taak van de overheid om die belangen eigenlijk buiten de deur te zetten. Ja, ja, en je mag er wel een keertje naar luisteren, maar het moet niet je vaste gesprekspartner worden. Dus, of in ieder geval jouw go-to persoon voor alles.